lieve kijkbuiskinderen. We zijn nu in een studiootje in Amsterdam. Het is mijn studio. Je hoort af en toe wat herrie op de achtergrond. Want daar zit DJ Jorens is bezig om een mixje te maken voor het label Fuckum. Dat is een tweede labeltje van Mokum. Vandaar de Mokum special toch? En daarom kijken we even bij hem wat hij allemaal aan het doen is. En daar zit hij. Jawel, kom kijken. Lekker. Zo, Jordans. Yeah. Ga je lekker? Ja, het gaat wel, hè. Wat ben je aan het doen, man? Nou, ik ben een beetje... wij zijn eigenlijk bezig met die nieuwe mix, hè, voor die Fokkenplaat, hè. Hey, maar kan je een beetje werken in zo'n kleine magnetron, oftewel boekenkast? Ja. Dat is wel erg klein hier, hè. Kom even kijken ook wat er allemaal staat. En, ik geef niet het adres, want dan is het snel weg, maar... Kan je een beetje werken hier? Nou, ik vind het prachtig hier, al lekker donker en ja... Lekker, ja, gewoon lekker. Ik vind het wel lekker, zo'n kleine ruimte. Ja, zo zie je maar. Je hebt niet een hele grote ruimte nodig om je spullen te kunnen maken. Je kan, in principe kan je alles onder je bed zetten. En als je nog goede dingen hebt die je nodig hebt. En dan kan je gewoon muziek maken. Dus mensen, als je wil beginnen, doe het graag. Want we wachten op jong talent. En het is altijd leuk als je met muziek bezig bent.
Zie je. Nou, je hebt dus net gezien hoe we een beetje bezig zijn met een plaat maken. Het kan in een kleine boekenkast, whatever. Je kan ook een hele grote, dure, vette studio hebben, zoals andere collega's van me hebben. En zo zie je maar, je kan het van een heel klein hoekje. Dan neem je het op op een heel klein datje. En dan, dat kleine datje brengen ze naar een platenmaatschappij. En het platenmaatschappijtje pest het weer op een plaat. En dan komt het hierop. En dan ga je hierachter staan. En dan hoor je het zo weer terug. Dat is het leuke van die hele muziek maken. Woe! Nou, ik ben nu alweer wat nieuwe samples aan het uitzoeken voor een nieuwe plaat die ik zou gaan maken. Dat doe ik even... Oh, even open doen. Wacht even. Hey, Chosen Few. Dat lijkt wel toeval, man. Zitten allemaal hier? Goed. Maar dat zijn die broeders van MTV. Oké. Hey, remix. Ah, je hebt hem even. Cool. Hey, die gaan we even luisteren. Dat is ook toevallig. Wat zeg je? Zo meteen naar mijn studio. Oh, ja? Ga ik even met je mee? Ah. Wat is dit? Remix. Voor mij? Ja. Voor die fucking mol? Ja. Hey, cool. Verluister.
Ah, het past wel met z'n allen nog, hè? Kom er ook even bij. Kom. Kom makkelijk. Gewoon echte hardcore hero. En dan is het wat? Lekker. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk luisteren nu, maar ik denk wel dat hij erop komt. Nou, dat komt dan lekker op een vinyl, zodat iedereen weer lekker kan mixen. Voor de feesten natuurlijk. Gaan we lekker weer hakken. Hey Frans, wat ben je aan het doen hier dan met mijn platen, man? Samples zoeken. Ja, nieuwe plaat. Ja, dat gebeurt ook gewoon zomaar even hier, hoor. Nou, vooruit. You must feel like shit being chemical dependent. Kom. Dat is een datje, die zou er niet echt uit. We zijn nu net even aan het luisteren wat we allemaal gemaakt hebben de laatste tijd. Zo ook eentje. Omdat oldschool een beetje in aan het komen is. Ik heb geen zin om oldschool te draaien. Maak gewoon nieuwe platen. Die kan er gewoon tussendoor gooien, hoor. Hoe vind je hem? Goed. Ja. Vet. Tweede basdrum. Hoe heb je dit gedaan? Sampled? Ja, van een horrorist. Oh.
hard. I've got the mind of a lunatic. De enige CD waar ze echt allemaal op staan. Hardcore 100. De 100 allerbeste hardcore tracks. Hardcore motherfucker. Op 4 CD's voor nog geen 5 tientjes. Hardcore 100. De best of the best van Arcade. Right now is break it down for y'all. Y'all ready? Get ready. Here it comes. There's a place where we hang around the way where we keep some up 24 a day. We got dogs that are stupid, a mouse are tough, and a super silly rabbit can't get enough. We got a cow who's a cloven. We got 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nu ook in het Nederlands. De kracht van echte passie gevoeld. Deze songs zijn geschreven met die passie. Songs uitgevoerd door artiesten als Eric Clapton, INXS, The Scorpions, Tina Turner en U2. Na het overweldigende succes van Burning Heart brengt Inside je nu Burning Heart 2. Nog eens 60 originele tracks op 4 CD's of muziekcassettes. Maar ze zijn niet in de winkel te koop. U moet ze telefonisch bestellen. Wil jij een exemplaar hebben? Bel dan nu. Bij Inside weten we wat goede muziek is. Hey gabbers, daar zijn we weer met het hakkenprogramma. Ik ben Dano. Hey, we zijn nu niet in Nederland. We zijn nu op een party, The Drome, in Liverpool, Engeland. Dat is een discotheek. Maar lekker gaan hakken met Tellurian, Technohead, Ikke, MC Lunatic, Back to Base. Volgens mij wordt het beestachtig. Morgen gaan we naar Glasgow in Schotland. Maar we zijn nu in Liverpool. We gaan zo direct even lekker binnen kijken. Laten we naar binnen gaan om even te checken wat er gebeurt daar al. 'Feest is volop bezig hier in Liverpool, in Engeland, waar we bezig zijn met een Mokum Tour. Met Tellurian, Technohead, Ikke, Dano, Chosen Few en Back to Base. Op dit moment is Tellurian het optreden, daarnet heeft Technohead gedraaid. Maar nu Technohead, keiharde gabbe beats gewoon om je oren. Check hem out. We'll be right back.
y'all to tell me the name of my DJ. We staan hier nog steeds in de Metropolis in Schotland. Ik weet niet waarom ik het zo lang volhoud hier met al die piano muziek. Maar ja, ik ga straks zelf ook nog draaien. Zo direct ook nog Joseph Hugh, dus blijf kijken. Eerst Joseph Hugh en dan ik. En dan gaan we weer lekker hakken. Blijf kijken. We'll be right back.
both out to the left. Left the first door to the left. Left the first right. I can take a pin right there. Okay. Oké, okay, we hebben hier een hele grote beroemdheid naast me staan. Ik ben heel trots. Scott Brown, hey man. Ja, man. Glasgow Rangers, shit, hè? What's that? No, nothing. Oh, hey, none of that, none of that. None of that here. How are you doing? I'm very well, thank you. Still make music? I'm still very busy, believe it or not. That's cool. Half of Holland don't know this, but yeah, we've had a few distribution problems in Holland, but still very busy. Are you going to make something for Malcolm as well? Yeah, well, I was telling Fred there that the new EP's finished. Believe it or not, a new four-tracker, a new Annihilator, part three. So whenever he's ready, it should be released. Do you need a remix? Are you asking? Yeah. Yeah, man. Okay, man. Right, we'll go for that. I think I'm also doing a remix for Rob G and Ralphie. All right. For the Sex Drugs EP, so... So that's good to hear. I've not done it yet, but it should be good, hopefully. Cool. Once it's finished. Thanks, man. Yeah, that's good to see you again. Happy new haircut. Yeah, it's great, eh? Robin Williams, take that. Yo. Yeah, we are people.
3, 4. Oké, dat was Glasgow. We zijn nu net aangekomen op het airport hier al. Helemaal uitgeput en wel. Met een mooie Engelse taxi. We hebben iemand van Back to Base. Helemaal gaar. We hebben Michel Klaassen, Tellurian. Helemaal gaar. Even verbrande hand. Joseph Hugh, die is het gaas van allemaal. En wie hebben we daar nog? Oké, dan kom er ook maar uit dan. De vriendin van Michel Klaassen. Dat was helemaal te gek, maar we gaan nu snel het vliegtuig in, anders komen we te laat. Zie je, bedankt voor het kijken. Mazzel. Hoe je een plaatje in elkaar zit, daar gaan we het even over hebben. Ten eerste moet je wat spullen kopen, om natuurlijk muziek te kunnen maken. Bij mij ziet het wat uitgebreider uit, het is ook niet super groot, maar hier kan ik alles mee doen wat ik wil. Het makkelijkste is om te beginnen met een Amiga. Dat is gewoon een spelcomputer, die kent iedereen wel. Iedereen die zo'n ding heeft, weet wel wat hij ongeveer ermee kan doen. Ik ben ook met een Amiga begonnen. Ongeveer 4 platen meegemaakt. En met dat geld wat ik met die platen verdiend heb, heb ik dus uitgebreid naar dit wat ik nu heb. Het beste is dan een sample keyboard te kopen. Want er zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt om iets te doen gewoon. Om te samplen, om af te spelen. Whatever gaan, om iets te maken. Ik heb dus een aantal van die dingen staan hier. Dit is een sample keyboard. En hier kun je dus in principe eigenlijk al alles mee doen. Er zit ook een sequencer in. Een sequencer is een programma, zeg maar, die alle geluiden wat jij wil afspelen, die neemt dat op. Maar ik heb het dus uitgebreid tot een gewone computer. Om een beetje makkelijk overzicht te krijgen over alle apparatuur die ik heb hier. Stel je voor, je pakt een bassdrum, die gooi je erin. Dat gaat via je cd-speler of een plaatspeler, daar haal je dat geluidje vanaf. Dat gaat in je sampler. En met je sequencer, daar kun je zeg maar weer mee afspelen met een ander keyboard. En dan krijg je zeg maar, als je dat geprogrammeerd hebt, die bassdrum, krijg je dit. Maar dat is niet alles, want aan een bassdrum, daar heb je gewoon niet alles aan. Dat is niet leuk meer, dat kent iedereen. En dan krijg je een beetje eentonige feesten gewoon allemaal. Dan ga je een stem erbij zoeken, die ga je eronder. Zoiets als dit. Dit heb ik al van een plaat afgepakt, een sampletje. En dan krijg je zoiets als dit. 1, 2, 3. Maar dat klinkt ook niet leuk genoeg, dus gooi die bassdrum er bovenop. En dan krijg je dit. En dan loopt het al een beetje. En om het nog leuker te maken, gooi er een klep bij. Nee, dit is een foutje, dit is een snare drum. Kom op, lekker hartje dan! Stop searching. You found it. This is the Music Factory. This is the Music Factory. We'll be right back.
weekend nog een spannende blind date? Zoek je een leuke afspraak met iemand bij jou uit de buurt? Of wil je eens lekker kletsen met leuke meiden uit de regio? Kijk dan nu op TMF Text, pagina 350. Hier vind je de leukste contactadvertenties van mensen bij jou uit de buurt. Dus kijk snel op TMF Text, pagina 350. Voor een spannende date of een leuk gesprek. Men can't help acting on impulse. Good morning, boys and girls. Idiot die buikt het jaar uit. Met Arcadi Pane. Met al zijn grootste hits. 1 dubbel CD. Arcadi Pane. Heroes of Hardcore. The Rather Damn Edition. Who is die bay? 3 CD's. Met mixen van Rotterdam's beste DJ's. DJ Rob, DJ Wax Weasel en DJ Paul Elstak. In 1 box. Best of the product. 22 vette hardcore tracks. Al zijn oude en nieuwe hits op 1 CD. Best of the product. Rocky and the Nanas. Straight from New York City met zijn album Cow Tipping. Deze moet je hebben. And last, but not least, Hell Sound Saver. De allerhoogste. From ID&D. En zoals je hoort, loopt het al een beetje lekker. En zou ik eerst steeds verder gaan. Je kan uitbreiden, je koopt andere keyboards erbij met alleen maar geluidjes in, zoals een synthesizer. Even aanzetten. En dan krijg je rare geluidjes als... Dat soort dingen dus. En dan heb je nog deze apparaten. Dit is eigenlijk het meest gezochte apparaat van nu. En moeilijk te krijgen, maar als je deze kan vinden, haal hem dan meteen gewoon. Want dit is gewoon het apparaat. Ja, en wat voor de rest, het is allemaal heel lastig om uit te leggen hoe je muziek maakt. Het is gewoon proberen. En veel geluk hebben natuurlijk. En veel geluk hebben. Here we go again.
Bassman. Met een strakke beat. Dat is eigenlijk begonnen in de tijd dat George Moroder en Kraftwerk en dat soort figuren bezig waren. En op een gegeven moment kwam er dus een muzieksoort die niemand eigenlijk nog kon. Dat heette de House Sound of Chicago. Vandaar ook de term house, denk ik. Voornamelijk alles voor Roughneck eigenlijk alleen. Je hebt het hoofdlabel Roughneck, daar heb je dan een sublabel bij Ruvex. Nog een sublabeltje Rough Intelligence, waar we op het moment wat nieuwe plannen voor hebben, maar wat we nog niet precies zo kunnen formuleren hoe dat we het willen hebben. Daarbij doe ik in samenwerking met Excelsior Music doe ik een opdracht voor hun de Ravens Night CD's samenstellen. En heel af en toe breng ik dus wat uit op Knor, maar ik werk voor de rest van niemand anders. Daar sta ik voor, dat willen de mensen ook horen van DJ's of niet. Maar natuurlijk vind ik die platen goed, anders zou ik ze niet maken. Ik wil dat niet zeggen dat ik alleen mijn eigen platen goed vind, want er zijn zoveel andere platen van andere producers of DJ's die ik ook draai, die ik zeker net zo goed vind. En waar ik ook helemaal op uit mijn bol ga. Als een plaat een goede lading heeft waar ik mijn energie in kwijt kan, dan zal ik dat ook zeker niet nalaten om dat te proberen uit te beelden en aan de mensen over te brengen. Dus ik draai gewoon alles wat ik goed vind. Als een DJ er alleen maar op uit is om zoveel mogelijk onbekende platen te draaien, om zijn collega DJ's de ogen uit te steken, van kijk eens, deze heb ik wel en jij lekker niet, dan is die persoon op de dansvloer daar niet mee verdiend en daar sta ik niet voor. Ik sta daar om voor mezelf goede platen te draaien en ook om hun een leuke avond te geven. En het zal mij een ene teringworst wezen of dat de DJ daar voor me nou zoveel andere platen hebt die ik niet heb, want ik interesseer me dan moe, want vaak vind ik dan toch niet goed. Dat eerder de mensen stoppen met dansen omdat ze zoiets hebben van ja, ik sta nou wel lekker helemaal uit mijn bol in mijn eentje te gaan. Maar ik denk persoonlijk dat het meer ligt aan een combinatie van dingen. Kijk, als een gabber het super naar zijn zin hebt en de DJ helpt hem daarbij ook een handje. En de sfeer in de zaal is oké, en het is, hij ziet al zijn makkers. En je hebt echt als DJ zijnde bijvoorbeeld, of als optreden wat dan ook, contact met die mensen, dat je echt samen bezig bent om er iets leuks van te maken, dat ze veel langer blijven dansen en ook veel vrolijker zijn en echt door willen gaan omdat het zo tof is. Terwijl als je daar een DJ op 230 hoort beuken en je staat er maar een beetje gigantisch te springen en verder gebeurt er niks. Ja, dan zou ik eerlijk gezegd na 20 seconden ook zoiets hebben van zo, ik heb mijn best weer gedaan. Meer een combinatie is. Het is niet alleen die gabber, het is ook niet alleen die muziek en het is ook niet alleen de DJ. Het is altijd een combinatie van factoren die ervoor zorgt of jij het wel of niet naar je zin hebt en waar dus weer aan vasthangt of je wel of niet langer wil dansen of niet. Ik haal heel veel uit comic books. Ik hoor en praat ook veel met gabbers, waardoor ik ook bepaalde ideeën krijg. En als ik heel erg boos ben, dat zijn dan altijd helemaal de perfecte dagen om daar een goede agressieve track uit te slepen. Dus
zoals bijvoorbeeld de nieuwe Juggernaut, Gotta Be a Roughneck, die heeft zeer zeker een betekenis. Is dat eigenlijk de mensen die Roughneck tof vinden, bijna ook altijd alles wat maar met Roughneck te maken heeft. Ze hebben alle maxi-singles, ze hebben heel veel merchandise, ze weten alle producers bijna uit het hoofd, ze weten alle groepsnamen. Ze kunnen je bijna altijd al precies alles vertellen wat er allemaal gebeurd is. En dat vind ik op zich een hele goede zaak, want daar zie je toch dat deze mensen er toch echt heel erg mee bezig zijn. En dat zijn ook de mensen waar ik ook zwaar respect voor heb. Ook voor alle andere gabbers die de scene omhoog houden, maar ja, eigen fans dat. En speciaal omdat dat ik zoveel vragen kreeg van alle gabbers over Roughneck Rules the Hardcore Scene. Toen heb ik iets gedaan wat ik niet gauw doe. Dus ben ik bezig met een remix aan het maken, die binnenkort uit zal komen. Een heel klein stukje van. Laat horen, speciaal voor alle gabbers van Holland. Sound of Brian.
morning, boys and girls. ID&T buikt het jaar uit. Met Arcadi Pane. Met al zijn grootste hits. Eén dubbel CD. Arcadi Pane. The Heroes of Hardcore. The Rather Damn Edition. Voor is die B? Drie CD's. Met mixen van Rotterdam's beste DJ's. DJ Rob, DJ Wax Weasel en DJ Paul Elfa. In één box. Best of the product. 22 vette hardcore tracks. Al zijn oude en nieuwe hits op één CD. Best of the product. Rocky and the Natives. Straight from New York City met zijn album Cow Tipping. Deze moet je hebben. And last. But not least. Hell Sound Saver. De allerhardste. Showcase. New acts, new songs and new performances. Vanuit de Escape in Amsterdam. Zondag, live on stage. Wes, Roos, Replay, Danny en Close to You. Zondag om 7 uur. Showcase. Showcase wordt gesponsord door Bavaria. Hardcore 100! I've got the mind of a lunatic! De enige CD waar ze echt allemaal op staan! Hardcore 100! De 100 allerbeste hardcore tracks! Hardcore motherfucker! Op 4 CD's voor nog geen 5 tientjes! Hardcore 100! De best of the best van Arcade! Beat!